Hoi en welkom bij product update nummer 25 van Dynamite Magic Shop. Zoals je ziet zit ik alleen vandaag. Nou, dat kan een keer. Zit ik op een andere plek. Ik denk laten we de andere kant van de winkel proberen. Nou ja, de andere kant van de tafel. Normaal zit ik daar, nu zit ik hier. Een heleboel nieuwe effecten ook. Ik ga je niet alles laten zien, dat is onmogelijk. Maar ik wil je wel een aantal nieuwe dingetjes even laten zien. Wil je nog meer zien? Check dan de volgende updates of kom zaterdag naar Dynamite Day. Maar meer daarover later. We beginnen met een normaal spel kaarten. Bestaan die? Ja, die bestaan. Het zijn kaarten die er allemaal zo uitzien zoals een spelkaart eruit horen te zien. Zo. Stel voor, je wil iemand een kaart laten kiezen. Dat kan. Dat je zegt, nou weet je wat. Zeg maar ergens stop waar je zelf wil. Je riffelt langs de kaarten. Iemand zegt ergens stop. Op de plek waar hij stopt mag hij de kaart bekijken. Nou, in dit geval is dat geen idee. Dat is de ruiter 3 zie ik in de camera. De ruiter 3. Ja. Ruiter 3 gaat ergens terug in het spel. Zo, gaat hier ergens tussen. Maakt niet precies uit waar. Laat hem hier eens in het midden stoppen. Zo. Hoppa. En de ruiter 3 zit in het spel. Ik kopieer nog een keer. En dan komt het leuke. Want één knip in de vingers. En de kaart is namelijk spoorloos verdwenen. Rara, hoe kan dat? Maar, wat heb ik? Ik heb een leeg ID-pasje, zeg maar een mapje. Een ID-mapje. En het leuke is, als je dit doet, dan verschijnt daar één kaart in, zie je? Eén kaart. Nou, dat dingetje kun je openmaken. Het is zeg maar dat is een gripzakje, zeg maar. Zo, even openmaken, zo. Hou de kaart echt even uit. En dan zul je zien dat dit de ruiter 3 is. Nou, dit is Zero Set. Zero Set. Zero Set krijg je geheel compleet. Je hebt alleen je eigen kaartspel nodig. Kan ook met een gesigneerde kaart. Dus je kunt handtekening op de kaart laten zetten. Die verdwijnt uit het spel en komt vervolgens visueel gevouwen in het mapje terecht. Kun je het mapje uit handen geven? Ja, met een extra handeling zeg ik erbij, kun jij daarna het mapje uit handen geven voor onderzoek. Dus dat kan. Je kan het ding ook omhangen, er zit een hangertje aan. Er zijn ook wat ideetjes over. Nou, je krijgt dus de gimmicks, je krijgt een instructieboekje, dat is dit. Maar ook een link naar een online instructievideo waarbij je leert hoe alles werkt. Moeilijkheidsgraad, niet echt moeilijk. Hoe gevoelig is het wel? Dus je kunt het niet helemaal rondom vertonen. Voor de rest, ja, top trucje. Zero Set, €26,50. Leuke prijs voor een truc ook nog. Veel trucs zijn veel te duur tegenwoordig. Dit is eentje die is zeer betaalbaar. Dan hadden wij in 2007 de primeur. Edwin de Bakker had toen een heel mooi effect bedacht. En dat was de Mental Notepad. Nou, die Mental Notepad hebben wij heel lang verkocht. Echt lang. Totdat ze opraakten en niet meer gemaakt werden. We hebben toen de rechten overgenomen, de materialen overgenomen. En we zijn een jaar bezig geweest, echt een jaar, vanaf september vorig jaar, om weer nieuwe Mental Notepads te maken. Nou, we hebben nu echt een heleboel. Ik kan het effect niet demonstreren, dan zouden we met z'n tweeën moeten zijn, maar ik kan je wel vertellen wat het is. Het is een notitieblokje, nou dat kun je gewoon zien. Notitieblokje, nou, spectaculair. En wat gebeurt er? Een toeschouwer die mag bijvoorbeeld met een stift iets opschrijven. Ik ga gewoon even, ik heb er nog een papiertje bij, maakt niet uit. Ik ga iets opschrijven. Stel voor het getal 18 of zo. Dat is mijn idee. Die toeschouwer scheurt het blaadje af. Vouwt dat op. Steekt het in zijn zak. Dan mag het blokje nog dichtmaken wat je wil. Zo. Verder niks op aan te zien zo. Jij neemt het blokje terug. En je weet binnen no time precies wat de toeschouwer heeft opgeschreven. Vorige week hadden we het Perfect Clear Clipboard. Nou, het is dat deze nog net niet klaar waren. Dus hadden we deze vorige week ook erbij laten zien. Deze kan ook zowel pre-show, dus voor informatie voor de show gebruikt worden, als live in je show. Je kunt de informatie ook direct lezen. De prijs van deze is uiterst interessant. En ook niet veranderd in vergelijking tot het jaar 2007. En de jaren daarna dat we het verkochten. €35. Wat krijg je voor de €35? De blok. Stift, ja, het is een speciale stift, maar als er ooit wat mee is, kunnen wij je helpen. En je kunt ook zelf
speciale schriften gewoon even maken als je het nodig hebt. Verder krijg je een papieren instructie bij en je krijgt een Nederlandstalige instructievideo uitleg. Ben ik nu iets vergeten? Ja, in principe wel. Stel, mijn blokje raakt op, zeg je dan, wat dan? Nou, dan kun je het geheim eruit halen en een andere blok plaatsen, dat kan. Of je zegt, René, doe maar een nieuwe set. Dat kan natuurlijk ook. Maar in principe kun je de gimmick in een ander blokje plaatsen en dan kun je weer vooruit. Het papier is niet speciaal. En het hele blokje hebben wij zo gemaakt dat het mooi erin verwerkt zit. Mental Notepad, €35, moeilijkheidsgraad. Nou, niet moeilijk, laten we daarop houden. We hebben nog iets heel leuks. Jaren geleden verkochten we dit ook al. Het is een klein bekertje. We hebben een stalen balletje. En een soort stamper. Nou, die stamper is het een massief dingetje, zeg maar. Een massief blokje. Nou, stel voor, je plaatst dat bekertje op je hand. Dan sluit je hand verder. Leg daar een balletje in. Het balletje is echt een stalen balletje. Ik zal het even hout laten vallen. Dat gaat in het bekertje. Je neemt de stamper. En die stamper, ja, die kan er een stukje in. Maar totdat hij op het balletje komt, dan is het klaar. Maar let op. Stel nou dat je dit doet. Dat betekent dus dat het balletje helemaal plat is. En als je nou de stamper eruit haalt, blijkt dat het balletje helemaal weg is. En als je je hand openmaakt, oh, gaat die rollen, ligt daar de bal. Of de bal valt er doorheen, kan ook wat je wil. Origineel heette dit Ball Through Hand. Originele versie, kost rond de €70-80. Het is een andere versie uit India. Werkt ook prima. €25. Steel Ball Through Hand heet het. Ook zeer eenvoudig te vertonen overigens. Dan iets, ook een leuk effect. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Je hebt daarvoor nodig een viertal kaarten. Dus 1, 2, 3, 4 kaarten. Nou, even voor het idee. Dat zijn allemaal jokers. Nou, de jokers in een kaartspel, in een bicycle kaartspel, zitten op een fiets. Het zou ermee te maken hebben dat ze daarom een riderback noemen. Oftewel, iemand die op een fiets zit die dat doet. Nou, stel voor, je pakt de jokers. Je pakt 2 jokers. Zo, op deze manier. Je vraagt de toeschouwer zijn hand open te houden. Stel voor, ik leg ze hier even neer. Zo. Dan pak jij die andere 2 jokers. Pak je nog. Leg je op elkaar. Zo, op deze manier. Maar dan komt het leuk. Stel voor, je doet dit. Zo. Draait het een keer rond. Knipt je vingers. En je gooit de joker zichtbaar van de ene naar de andere kant. Wat gebeurt er dan? Dan verdwijnt namelijk niet 1 joker, maar allebei de jokers verdwijnen spoorloos. En het leuke is, als je de kaarten bekijkt, staan dan op elke kaart 2 jokers. Zijn zeg maar verplaatst van deze jokers naar deze jokers. Dit is het effect Along for the Ride van Peter Nardi. Along for the Ride. Gebaseerd, ja, naar mijn idee, op Ace. Het is gebaseerd op NFW. Het heeft, lijkt op Tantric van Richard Sanders ook. Voordat voor de Ten uitkwam. Of voordat Ace uitkwam. Moeilijk. Nee, is ook niet moeilijk. Gewoon even oefenen wel natuurlijk. Maar het is ja, nagenoeg geen handelingen. Je ontvangt alle speciale kaarten. En één kaartje met een video-instructie naar, ja, op een geheime plek. Op een geheime link. Kost €29,50. Speciale kaarten en instructies. Dan zie ik hier achter mij allerlei decoratieve dingetjes staan. Dan laat ik er eens even iets van pakken. Ja, koker hier. En we hebben hier één. Nog een koker, laat maar zeggen. Met 3 ballen. Stel voor dat je dit zou kunnen beschouwen als lampen van een verkeerslicht. Rood. Oranje. En groen. Het is geheel, maar goed. Kijken we even doorheen. Nou, als je stoplichten gaat maken, moet je natuurlijk allemaal hetzelfde maken. Anders dan krijgen we ongelukken. Daarvoor hebben ze altijd in de stoplichtenfabriek een voorbeeld. Dus ze hebben altijd een voorbeeld, zeg maar groen, geel, rood. Slim, dan maken ze alles hetzelfde. En ze doen dat altijd in het donker, dan kunnen ze ook de lampen testen. Dus ze zetten de kast van stoplicht in het donker. Dan gaan ze de volgorde af. Dus ze beginnen met, oh, kijk, goed dat ik heb erop gelet. Ze beginnen met groen. Groen gaat er eerst in. Dan gaat geel erin. En dan gaat rood erin. Dus je hebt groen, geel, rood.
knippende vingers. En je hebt dus groen. Wacht even hoor. Dat is vreemd. Doe nog een keer. Kijk, groen. Ja, eerst groen. Dan geel. En dan rood. Zou het zijn toch? Groen, geel, rood. Groen, geel, rood. Dus als het goed is, hebben we nu groen. Krijg nou wat. Die rode, die had de rode lamp. Dat is het probleem. Ik heb een plan. Maak gewoon een stoplicht. Met alleen maar groen en geel. Want die rode lamp die zorgt voor problemen. En als we die rode lamp niet gebruiken, voorkomt dat ook een probleem. Nou, weet je wat we doen? We verstoppen die rode lamp ook. Zodat niemand anders hem er ook in kan zetten. Zo, we hebben een kistje. Gaat de bal in. Maar ja, denk even na. Hoe slim is het om een stoplicht te maken zonder rode lampen? Dat is toch vragen om problemen? Ik heb een plan, let op. En zoals je ziet, is de rode bal helemaal verdwenen. Maar nog mooier. Zit de rode bal in de koker. De koker kun je uiteraard gewoon leeg laten zien. En de ballen zitten terug op hun plek. Dit is de Jokertube. Zeker niet nieuw. Verkopen we al jaren. Zeer succesvol overigens. Je hebt heel wat materiaal. Dat is ook mooi. Want sommige goochelaars houden ervan dat er wat staat. Dat is ook mooi. Jokertube is super simpel te vertonen. Kost 95 euro. Of 99 euro, iets in die hoek. Het mooie is dat je het kastje waarmee je nu de bal hebt laten verdwijnen, kun je ook gebruiken voor het laten verdwijnen van doeken, van andere kleine dingetjes. Je kunt het laten, dingen uit laten verschijnen, kan ook. Laat je eerst leeg zien en dan komt er een ding uit de voorschijn. Dus eigenlijk heb je twee trucs in elkaar. Je kunt het samen gebruiken, maar je kunt ook zeggen, nee, ik gebruik het kastje voor andere dingen. Dat kan ook nog. Nou, dat was de Jokertube. Planten we even terug hierachter tussen de ras en de planten. Zo. De bloemen. Zie ik hier nog iets leuks liggen? Deze is een onderzoek geweest. Dan hebben ze mensen gewoon een kaart laten kiezen blind uit een kaartspel. En dan hebben ze gekeken welke kaart wordt het meest gekozen. Nou, als je een kaart zo vragen op te noemen, zeggen heel veel mensen harte vrouw, schoppen aas, joker. Maar als je blind kiest, weet je niet wat je kiest. En toch is er één kaart die er het meest uitspringt. Waarom? Vragen we niet. Maar ze hebben er wel, in de bicyclefabriek hebben ze daar rekening mee gehouden. En zo hebben ze achterop het kaartendoosje hebben ze een ruiter 3. Hebben ze standaard op het doosje gedrukt. Met een kaart erlangs. Dat is een soort mystery kaart. Nou, toevallig weet ik dat het een joker is. Dus stel voor, je legt het doosje neer. Laat iemand de kaart kiezen. En iemand kiest de ruiter 3. Stel voor, als het zo is. Dan zeg je, hé, dat wist ik. En dan zeg je, kijk, want hier op het doosje staat de ruiter 3. Mensen helemaal verbluft. Maar ja, puur geluk dus. Ik zal je een voorbeeld geven wat je ermee zou kunnen doen. Stel voor. Ik pak de kaarten. Zo. Het leukste wat je zou kunnen doen is het volgende. Je laat iemand een kaart kiezen. Overigens zijn alle kaarten gewoon verschillend. Kijk, een joker zie ik hier. Die haal ik even uit. Alle kaarten zijn helemaal verschillend. Ik ga het doosje even opschuiven. Je zegt tegen de toeschouwer. Neem de joker. En stop die joker ergens in het spel. Nou, die hij doet bijvoorbeeld, weet ik veel, ik maak het open. Hij stopt hem hier tussen. Wacht even. Ja, dat dacht ik al foutje. Hij moet dus wel zo zitten dat hij omgekeerd zit. Dat was op het doosje ook. Dat er één kaart zeg maar, omgekeerd zit en de ander niet. We gaan even twee kaarten bij elkaar pakken. Laten we deze even pakken. Dus stel voor, dit zijn dan de twee kaarten op het doosje. Alleen liggen ze nu verkeerd om, want die joker lag andersom. Dus je moet het even zeg maar zo zien. Eigenlijk zo. Oké, deze keer hebben we in ieder geval geen geluk. Het is geen ruiter 3. Was mooi geweest voor de video. Deze keer hebben we een harte 10. Harte 10. Ik heb één geluk. Dat is dat ik goochelaar ben als je dit doet. Staat hier een harte 10. Nou, de mensen mogen dit doosje compleet binnenstebuiten draaien, onderzoeken, wat je ook wil. Het zit onder het cellofaan, echt, het is compleet veranderd. Er is niks te ontdekken, geen gimmicks, flapjes, toestanden. Het doosje is helemaal clean. Oh ja, het spel. Nou, ik zou zeggen, laat ze lekker zoeken ook in het spel. Het spel is nu ook te onderzoeken. Dit is het gloednieuwe effect Under Wraps.
Under Wraps van Mark Mason. Under Wraps van Mark Mason. Kost 29 euro. Je krijgt een speciale gimmick. Je krijgt ook een kaartendoosje bij, zodat je er eentje hebt. Je kunt ook je eigen doosjes gebruiken, maar het is wel belangrijk dat er dan ook ongeveer zoiets opgedrukt staat. Anders dan heb je een probleem. Vandaar dat er gewoon een doosje al bij zit, dus het is ongeprepareerd. Je krijgt de gimmicks erbij en je krijgt een instructie DVD. Zoals je gewend bent van Mark Mason, heeft hij over het algemeen geen technisch moeilijke trucs. Dus voor iedereen goed te doen. Dus Under Wraps, 29 euro. Tot zover. Deze update. Ja, komt ie weer. Dynamite Day. Zaterdag 3 oktober. 2 dagen vanaf het moment dat je dit in ieder geval kunt bekijken op donderdag. Zijn er nog kaarten? Ja. We hebben nog 65 op dit moment. 65 avondkaarten. Dat houdt in voor de avondshow. Dat betekent dus als jij zegt ik wil en overdag komen en de avond. Dat noemen wij een combikaart. Zijn er daar ook nog 65 van. Op het moment dat die avondkaartjes opraken. Kun je dus niet meer 's avonds komen. Nou, dan mag je gerust komen. Maar dan zul je helaas na het programma voor overdag. Dus rond een uur of 6:15. Is dan de dag voor jou voorbij. Wil je dus alsnog komen met een complete combikaart. Reserveer dan snel. Je kunt ook altijd even via de Dynamite Day site checken. Op de pagina reserveren. Of er nog kaarten zijn. Ik hou het daar in ieder geval bij tot vrijdagavond. Daarna niet meer. Want dan zijn we ook niet meer hier. Dan zijn we op de locatie waar de dag plaatsvindt. Bel gerust. Mail gerust als je nog vragen hebt. Je mag in ieder geval altijd overdag binnen. Dus we hebben overdag meer dan kaarten genoeg. Dus maak je geen zorgen. Naast dit zijn wij volgende week 11 oktober in Vilvoorde, België. Daar is de Belgian Magic Federation, of Federation net hoe je het noemt. Heeft daar een hele grote dag met heel veel artiesten, lezingen en alles wat je maar kunt bedenken. Zijn wij ook aanwezig met een grote stand. Heb je wensen, wil je dingen zien, bellen of mailen, dan brengen wij het voor je mee. En nogmaals, niks is verplicht. We brengen het graag voor je mee als je iets wilt bekijken even. Of nog niet zeker weet, dan beter dat we het meenemen en even laten zien. Dan dat je vraagt en we hebben het niet meegenomen. That's it. Voor nu. Oh ja. Oh, bijna vergeten. Vrijdag en zaterdag is de winkel dicht. Dus 2 oktober, 3 oktober. Je weet al waarom. Dynamite Day. Ik zou zeggen, tot de Dynamite Day. En zo niet, tot de volgende keer. Hoi hoi.